Ja, ik had niet meer het vertrouwen in mezelf dat ik, goed de baan overkwam. En op het moment dat dan vertrouwen met BMX weg is, dan wordt de sport heel gevaarlijk. Dus als je jezelf dan niet meer vertrouwt en je denkt van oeh, dadelijk val ik en zo, ja, dan heeft BMX gewoon geen nut meer. Goed, je wou genoord, man. Ja, dankjewel. Wow, dankjewel. Fantastisch. Goh. Ja, joh. We zijn jou weer opgetrommeld. Ja. We hebben voor jou een tijdje. Nee, je komt er niet vanaf, hè, van mij. Leg even uit, wie is dit? Dit is Dick. Dit is mijn oude trainer. Ja. En dan de trainer van het BMX'en, hè? BMX, ja. Ja. Ja, de jeugdtrainer, zeg maar. Maar ja, ja, flink wat jaar onder getraind. Maar ik denk dat jij hem echt als heel klein mannetje hebt leren kennen hier, hè? 3 jaar. 3 jaar? Zijn broers die fietsten. Robin en Björn. En ja, had zo'n klein fietsje bij zich. En dan wou hij ook meedoen. Maar hij moest dan wachten tot 4 jaar. Ja, mijn moeder die zegt al altijd van... Jeffrey die stond te springen tot hij mocht. Zo. Ik vond niet eerlijk dat mijn broers het mochten en ik niet. En ik zat altijd om de baan heen te fietsen. En dat was misschien wel net zo gek als de mensen op de baan. Maar Dick, kun jij het karakter van de jonge Jeffrey beschrijven? Wat was het voor mannetje? IJzervreter. En wat bedoel je met IJzervreter? Ja, willen, hè. Willen winnen. En, maar vooral ook wel plezier, hoor. Ja, plezier in de fietskors was wel heel erg belangrijk. Dick, wanneer had jij, doordat je echt een luxe paard in je stal had, iemand die echt wat kon bereiken? Ja, kijk eens. Toen hij een paar jaar fietste, toen zag je wel dat hij dus aan de houding en hoe hij op de fiets zat en hoe hij de bulten technisch nam en hoe hij met de oudere jongens fietste en op een gegeven moment ook voorbij ging. Ja, dan zie je wel dat je een talent hebt. Natuurtalent heet dat dan, hè? Eigenlijk al wel een natuurtalent, ja. Ik heb op een gegeven moment, reed ik wedstrijden, 3 jaar ouder, dus daar kom ik weer bij mijn middelste broer in en zelfs daar begon ik wedstrijden te winnen. Volgens mij was ik nog regionaal kampioen bij mijn broer in de klasse. Ja. Vond je dat normaal? Nou, mijn broer vond het niet normaal. ik zag alleen maar weer uitdagingen en ik vond het alleen maar mooi. Dus, ja, het kon harder en ik moest verder springen. Dus ik, ja, dat, zo heb ik mezelf soort van gepusht om dan weer harder te gaan en die mannen weer voorbij te gaan. Is dit waar de baan eigenlijk lag? Waar staan we nu? Ja, we staan in een soort grote betonnen kombocht die we op een gegeven moment gemaakt hebben. Dat was eerst altijd een heel hoge bocht. Hier lag echt gewoon een soort van berg van een bocht. En die hebben we ooit een keer uitgeschaafd met z'n allen. Ja, wat ik in de auto ook zei, we hadden met de vereniging, dan kwamen we bij elkaar en dan gingen we gewoon heel de baan aanpassen. Als we geluk hadden, was daar een shovel bij. Ja, dat we niet zoveel hoefden te doen, maar we hebben echt... Echt veel met scheppen. Ik weet nog dat we hier ooit een keer een grote triple bult hadden gemaakt. En we hadden gewoon helemaal met de hand geschept. Gewoon met z'n allen, met de hele vereniging. Waarom ben je eigenlijk gestopt met BMX? Ik had niet meer het vertrouwen in mezelf dat ik goed de baan overkwam. En op het moment dat dan vertrouwen met BMX weg is, dan wordt de sport heel gevaarlijk. Dus als je jezelf dan niet meer vertrouwt en je denkt van oeh, dadelijk val ik en zo, ja, dan heeft BMX gewoon geen nut meer. Als je zo gaat denken, is het klaar. Maar je kreeg een soort van angst. Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja. Was dat nieuw voor jou? Want... Je was meer een jongen die alles durfde en alles probeerde. Ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik daarmee moest, nee. Wat deed het met je dat je in één keer die angst had die je niet kende? Ja, dat bracht mij wel in een moeilijke positie eigenlijk. Ik weet dat mijn ouders nog... Dan ben ik echt wel proberen te stimuleren. Van ja, probeer dan. Dan gaan we wel weer naar andere baantjes. Gewoon een beetje het gevoel krijgen en zo. En, ik denk dat we best nog wel hard geprobeerd hebben om door te gaan. En ja, veel ook met mijn ouders gesproken van ja, maar ja, het gaat niet meer zo lekker en wat doen we ermee. Maar weet je er maar, boos om, ja, of verdrietig om? Of? Ik was daar zeker heel, heel verdrietig om en ik werd ook wel bozig van waarom ik het niet meer durfde. En ik snapte ook niet wat me overkwam. Zeg maar, van waar, ik bedoel, wat is angst en waarom ben ik
bang of zo. Dat sloeg elkaar nergens op. En nu weet ik gewoon ook dondersgoed van ja, dan is het ook klaar. En nou, het is wel grappig, als ik nu nog de BMX fiets weer pak, dan is die angst weer volledig weg. Dus ik kan nu eigenlijk weer meer dan dat ik toen kon dan toen ik stopte.